Wat we nou doen, daar school ik samen spreekvaardigheid voor de examenklasse HAVO en VWO. Toen ik hier op school kwam in 2000, had mijn collega Otto Dallinga het idee, had hij eigenlijk al langer voor die tijd ook, dat we zouden moeten proberen om de taal te laten toetsen in het gebied waar de taal thuis is. Want spreekvaardigheid is dat je kunt communiceren in het buitenland met mensen van de lokale bevolking. Ik vind deze manier van examens afnemen fantastisch. Want het gaat er natuurlijk om dat je leerlingen leert om echt te communiceren met de spreektaal. Als je echt oog in oog met iemand staat en je weet iets niet, ja, dan moet je op dat moment moet je dat oplossen. Het heeft ook zeker zijn uitwerking dat leerlingen zeggen van we gaan ook naar Duitsland toe en dat lijkt ons hartstikke leuk. Wij hebben daar ook wel zeker leerlingen mee over de streep getrokken voor hun keuze voor de tweede taal. Zeker. De reacties van leerlingen achteraf zijn eigenlijk altijd positief. Wat elk jaar weer naar voren komt, was dat de mensen die beoordelen bij de posten, dat die zo aardig zijn. Dat het gewoon ook een hele ervaring is dat je daar dan zo als klas loopt. De emotie die dan na afloop het meest zichtbaar is bij leerlingen is opluchting en dan daarna trots. Ik heb het toch maar mooi gedaan. En dat gevoel dat die leerlingen ook trots zijn, dat ze trots op zichzelf kunnen zijn omdat ze die drempel nemen. Dat ze in staat zijn om in die andere taal te functioneren. Ik wist van Ruud Plazier dat hier zo werd getoetst. Daar was ik gruwelijk jaloers op. Ik ben sinds 2006 met pensioen, maar ga sindsdien elk jaar mee. Want het is ontzettend leuke belevenis, ook voor mij weer elke keer weer. En dit is helemaal top. Ja, het is feestje eigenlijk, ja. We zijn heel trots dat het al zo lang draait. Ik zou het andere scholen zeker aanraden. Omdat het de meest natuurlijke manier is om een mondeling af te nemen in het land van bestemming. Gesprekken in het taalgebied zelf, dat is fantastisch, daar doe je het voor eigenlijk. Daar leer je een taal voor. De belangrijkste tips om zoiets op te starten is natuurlijk allereerst om een plaats te zoeken vlakbij de Nederlandse grens. Daarnaast natuurlijk je directie zover krijgen dat die ja zegt tegen een project. De partnerschool die initieert min of meer eigenlijk de mogelijkheden die je hebt in zo'n dorp. Connecties, dat is ontzettend handig. En die heeft natuurlijk ook een hele hoop collega's die bereid zijn om die examens op diverse locaties af te nemen. Je moet gesprekssituaties creëren, je moet de bijpassende reële posten zien te vinden. Een bankrekening openen in een bank, een aangifte doen bij de politie. Een boek kopen in een boekwinkel. We hebben iets van 12 posten in de lucht ongeveer. Uit die 12 posten of 10 posten zijn er 5 die de leerlingen moeten doen. We hebben een konditorij, we hebben een theewinkel, we hebben een politiepost, dat is een hele bekende. Je moet het zodanig opzetten dat de collega's daar ook een objectieve beoordeling kunnen geven. Dat ze niet zomaar cijfers weggeven, maar dat ze echt beoordelen op dingen als uitspraak. Komt de boodschap over? Verder is heel veel enthousiasme overbrengen en ja, als laatste tip natuurlijk heel veel oefenen in de klas.